kent vast de uitdrukking, angst is een slechte raadgever. Nou, niet in alle gevallen. Kijk, als er echt dreigend gevaar is, dan is het natuurlijk handig dat je gevoel van angst kunt voelen. Alleen als het gevoel van angst je gaat belemmeren in je dagelijkse leven. Dat je bepaalde situaties gaat vermijden, bepaalde mensen gaat vermijden. Dat je niet meer naar buiten durft. Kijk, dan ga je last krijgen van wat we noemen een angststoornis. Want dan is je angst verstoord. Er is iets ontregeld in jou. En mensen die hulp vragen bij gevoelens van angst, kunnen zelfs, als ze van die angst af willen komen, merken dat er zelfs weerstand kan zijn om die angst los te laten. En hoe dat precies zit en wat je dan nodig hebt, dat is waar ik vandaag bij stil wil staan in deze nieuwe aflevering van Tijd met Felix. Kijk je mee? Laten we starten met een voorbeeld. Stel, dit is een jong kind. En die groeit op. En in de situatie van het kind is er een opvoeder. En die opvoeder die voelt onveilig voor het kind. Dit is het dreigende gevaar. Deze opvoeder die doet dingen of die laat dingen na. Waardoor dit kind zich onveilig gaat voelen in het lichaam. En in het lichaam ontstaat dan een stopsignaal. Het kind voelt dat er dreigend gevaar is. Maar er is één lastige situatie voor dit kind. Nou, dat is namelijk dat dit kind heeft een biologische drijfveer om zich naar die ouder toe te bewegen. Immers, je bent afhankelijk van je ouders, van je verzorgers. Dus in het naar de ouder toe bewegen voelt het kind tegelijkertijd dat er ook gevaar is als deze ouder onveilig gedrag laat zien naar dat kind toe. Alleen dit kind is afhankelijk van die ouder en de kracht om naar die ouder toe te bewegen is veel sterker. Dus dat gevoel van gevaar, daar kan het kind niet op reageren. Die kan niet gaan vechten of vluchten, want die is afhankelijk. En dan kan het dus zijn dat zo'n kind, als het kind wat ouder is, rondloopt met een gevoel van angst. Dat is opgeslagen in het geheugen van dat kind als een gebeurtenis die gekoppeld was aan een onveilige ouder. En dat gevoel van angst, als het niet geholpen is, dan ontstaat er eigenlijk een deel in dit kind, in deze volwassene, dat zich angstig kan voelen in bepaalde situaties. Alsof het kind zich weer voelt zoals het zich gevoeld heeft in de situatie met die verzorger. En als je dus rondloopt met zo'n angstgevoel, dan is het belangrijk om te weten wat dat gevoel van angst voor jou nodig heeft. En hoe je jezelf kunt helpen om je weer veilig te voelen. Want als je rondloopt met zo'n gebeurtenis in je geheugen en in je lichaam, dan kan die op elk moment bij bepaalde situaties die jouw lichaam weer doen herinneren aan de situatie, dat stopsignaal activeren en dan voel je angst. En als je met dit gevoel van angst bij een hulpverlener komt, kan het zijn dat je nog steeds weerstand voelt om dat gevoel van angst los te laten. En om je daarbij te helpen om dat te begrijpen, wil ik je de volgende vraag stellen. Stel je nou eens voor dat jij je kunt herkennen in een situatie waarbij je rondloopt met een gevoel van angst. En dat je de vraag gesteld krijgt, stel er is een magische knop en als je daarop drukt, verdwijnt dat gevoel van angst. Zou je op die knop drukken? En voordat je daar antwoord op geeft, op die vraag, zou je op die magische knop drukken om je angst te doen verdwijnen, is het belangrijk om even stil te staan bij dat deel van jou dat angst voelt. Daar loop je al een tijdje mee rond. En het heeft een functie in je leven. Het heeft een doel, een rol, een intentie. En als je daarbij stilstaat, wat is nou eigenlijk de positieve kant of de gewenste kant van dat gevoel van angst? En dan kan het zijn dat je zegt, door dat gevoel van angst ben ik alert, ben ik gefocust, richt ik mijn aandacht op dingen, kan ik al vooruitdenken, ben ik voorbereid, heb ik het gevoel van controle en voel ik me ook in een bepaalde energie die bij mij hoort. Ik wil graag zo alert zijn, ik dien dingen onder controle te houden. Dat is wat dat gevoel van angst je brengt. En als je daarbij stilstaat en je weet dat het gevoel van angst jou dat
brengt. Dat je het gevoel hebt van, hey, ik heb controle, ik voel controle, ik ben alert, ik ben gefocust. Dan stel ik je de vraag, zou je dan nog op die magische knop willen drukken om dit gevoel te laten verdwijnen? Want dan raak je dat kwijt. En dan kan ik je de vraag stellen, waar heb je eigenlijk last van bij dat gevoel van angst? Als je weer stilstaat bij dat gevoel van angst, wat vind je nou eigenlijk ongemakkelijk of oncomfortabel aan dat gevoel van angst? En dan kan het zijn dat je zegt, door dat gevoel van angst vermijd ik bepaalde situaties. Durf bepaalde dingen niet te doen. Of merk ik dat ik me niet zo goed kan concentreren. Dat het gevoel van angst me dan zo bezighoudt dat ik uit verbinding raak. En het voelt heel ongemakkelijk in mijn lichaam. Ik merk dat mijn hart sneller gaat kloppen, mijn ademhaling zit hoger. Ik voel spanning in mijn lichaam. En eigenlijk word ik er heel erg moe van het gevoel van angst. Het kost zoveel energie. En dan kun je de balans opmaken voor jezelf. Want dan kun je gaan kijken, aan de ene kant heb je de idee dat het je iets brengt. Aan de andere kant heb je er ook last van. En als je die twee nou eens tegen elkaar afweegt, welk van die twee weegt nou zwaarder? De dingen waar je last van hebt, of datgene wat het je brengt? En als je dan tot de conclusie komt dat datgene waar je last van hebt, dat dat veel zwaarder weegt voor je dan datgene wat het gevoel van angst je brengt, dan kun je op die magische knop van angst drukken om je gevoel van angst aan te pakken, te helpen en je gevoel van angst zich weer veilig te laten voelen. Dat is immers een deel in jou, een herinnering, waarmee je rondloopt. En als je in therapie gaat of als je hulp vraagt ergens om met je gevoel van angst te werken en je bent zover dat je zegt, ja, ik weet zeker dat ik van mijn gevoel van angst af wil komen, is het nog steeds belangrijk om te beseffen dat je in zo'n therapie of zo'n hulptraject weerstand kunt voelen en dat het logisch is, dat het normaal is dat je weerstand voelt. Want je loopt al immers heel lang rond met iets dat ook iets voor je betekent. Dus aan de ene kant kun je weerstand voelen tegen de uitkomst dat de angst verdwenen is, want dan raak je dus ook iets kwijt voor je gevoel, namelijk die alertheid die je denkt nodig te hebben. En aan de andere kant kun je weerstand voelen tegen de weg ernaartoe om met je gevoel van angst te werken. Want om je gevoel van angst te helpen, dien je het immers te voelen. Zonder verbinding te leggen met je gevoel van angst, kun je dit deel van jezelf niet helpen. En daarom is het dus belangrijk om te beseffen dat als je rondloopt met gevoelens van angst die te maken hebben gehad met iets in je leven waarbij je ooit onveilig hebt gevoeld, er een stopsignaal kwam en dat je er toen niks mee kon doen, omdat je afhankelijk was, en je dus rondloopt met zo'n gevoel van angst, dat het dus heel logisch is dat je niet zomaar 1, 2, 3 dat gevoel van angst kunt laten verdwijnen. Dat je weet met je gezonde verstand dat het gevoel van angst eigenlijk niet nodig is. Dat er eigenlijk geen onveilige situatie is, maar het voelt in jou als onveilig, omdat er nog een deel van jou zich onveilig voelt. En om die te helpen, is het dus belangrijk om voor jezelf in kaart te brengen. Wat zijn nou de voordelen en wat zijn de nadelen van je gevoel van angst? En als die nadelen veel zwaarder wegen dan die voordelen, dan ben je voldoende gemotiveerd om met je angstgevoel aan de slag te gaan. En dan is het belangrijk dat je iemand vindt die je kan helpen om op een veilige manier, in je eigen tempo, stap voor stap, je gevoel van angst te helpen om zich weer veilig te voelen. Want in dat traject zul je ook merken dat je weerstand kunt voelen en dat het dus heel normaal is, dat het heel logisch is, dat het begrijpelijk is dat je dat ervaart. Daarmee eindigt deze aflevering van Tijd met Felix. Ik dank je hartelijk voor het kijken. Laat me weten wat je van deze video vindt. Je kunt je abonneren op dit kanaal. En ik zie je echt heel graag bij een nieuwe aflevering van Tijd met Felix. Dag!